Je luistert naar Fix Jezelf, de podcast met Rosita en... Angel. Wij gaan op zoek of we onszelf echt kunnen fixen. We zijn op zoektocht om te kijken of we onszelf kunnen fixen, uiteraard. En een van de dingen waar ik zelf al tegenop loop is onrust in mijn hoofd. Google, hè? Google is je beste vriend. En meditatie is dat wat naar boven komt. Er zijn echt heel veel andere dingen, dus we kunnen heel veel onderdelen doen. Maar meditatie hebben we uitgekozen, toch? Ja, want bij rust in je hoofd denk ik toch aan mediteren. Dat mediteren helpt om rustig te worden in je hoofd. Ja, en is dat zo? Nou, hebben we onderzocht en gaan we onderzoeken. Dat kan ik je vertellen, want het is niet een iets wat je even zomaar even kan doen. Wat echt wel ook wel langhoudend, of hoe zeg je dat? Langdurig, of dat je wat langer vol kan houden. Maar mediteer aan jou, mediteer jij? Nou, wat ik heb zo'n app, hè, de Insight Timer app. Daar sta jij ook op. Ja. En ik doe het, maar ik noem het eigenlijk mediteren. Maar als ik wakker word, dan doe ik altijd even 7 minuten. En dan zo'n muziekje. En dan lig ik nog even lekker in bed. Het is een beetje snoezenachtig. Dus ja, dan denk ik altijd, oh ja, dat is niet echt mediteren. Maar ik merk wel dat ik het lekker vind of zo. Dus dat doe ik wel. En af en toe ga ik ook echt voor zitten. Maar dat zijn echt dingen dat ik elke keer weer vergeet. Terwijl als ik echt zit en wat langere tijd ga mediteren, vind ik dat echt fijn. Ja. Maar op een of andere manier hou ik het niet vol. En doe je dan een geleide meditatie, visualisatie, contemplatie? Nee, ik doe eigenlijk gewoon dat muziekje van Insight Timer aan en ik ga zitten. Ja, ik ook hoor. Dus ik ben daar ook... Even voor mijn idee. Jij zegt eigenlijk nu een heleboel dingen. Wat is dan het verschil tussen een meditatie, visualisatie, contemplatie, hoor ik je zeggen. Ja. Wat is het verschil? Nou, mediteren is een manier om je hoofd, je lichaam beter te maken. Laten we maar even heel kort door de bocht zeggen. Ja, meditatie, een geleide meditatie bijvoorbeeld, is iemand die voor jou een scène zet. Scène schets. Wat een rare zin. Als je die hardop moet zeggen. Oké, overnieuw. Dat is voor iemand die voor jou een scène schetst. Bijvoorbeeld, ik heb een bos en er zit een stoel en je gaat erop zitten. Nou, bladibladibla. Je loopt op een paardje. Dat is een meditatie. Dus iemand schetst een scène. Meditatie is de vorm. Mediteren zit met je ogen dicht. Dit is visualiseren. Ja, precies. Ja. Sorry. Dus mediteren is een manier. En je hebt in mediteren verschillende soorten. Oh, en visualiseren zo, is daar een manier van. Ja. Contemplatie is dan meer zelf bezig zijn. Bijvoorbeeld met je hoofd. Ik ben goed, ik ben prachtig, ik ben mooi. Als een affirmatie. Maar dat kan je ook op verschillende manieren doen. Je kan het ook geleide doen. Dus dat iemand het voor je doet. Maar visualisatie is, ik schets een scène voor jou. En jij bent in die scène. En die scène heb ik geschetst. Maar wat er in de scène gebeurt, dat is je systeem. Ja. Ja, daar verwerk je dingen mee. Je krijgt inzichten in jezelf. Kan heel verhelderend zijn. Ja. Als je tegen dingen aanloopt bijvoorbeeld. Oh shit, ik reageer altijd zo. Oh, zo moet ik het doen. Het is heel verhelderend om dat te doen. Ik vind het voor heel veel mensen heel fijn. Ik doe het eigenlijk nooit meer. Terwijl ik het wel vroeger altijd heel veel heb gedaan. Dus doe je het nooit meer? Die laatste vorm niet. Mediteren wel. Okay. Maar ik doe zitten in de power. En dat is zitten in de kracht van mezelf. En de kracht van de spirituele wereld. En dat neemt dan wat komt door mijn werk. Dat laatste. Maar wat is dan dat verschil? Zitten in de power met een gewone meditatie met muziekje wat ik opzet? Ik weet niet, want ik weet niet wat jij doet. Of je gewoon lekker gaat zitten luisteren naar de muziek. Of dat je bezig bent om jezelf te voelen. Wat ik altijd doe is een soort bodyscan bij mezelf. En dan merk ik dat ik een soort aan de kant stap of zo in mijn systeem. Waarin ik eigenlijk niks meer meemaak. En dat vind ik heel prettig als dat gebeurt. Nou ja. Maar ja, dan moet je dat wel vaak doen, want anders gaat het niet gebeuren. Nee, precies. Dus dat gevoel een beetje in die blur, van dat blur moment, of die blur moment, dat vind ik heel prettig, dat je heel zwaar wordt en dat je dan terugkomt, dat je denkt, jeetje, daar heb ik geloof ik
8 uur geslapen hebt. Zo kan je echt voelen. Je hele systeem kan opgeladen zijn, et cetera. En heb je dan ook een soort inzichten gekregen? Of... Nooit. Nee, nooit. Nee. Maar dat kan wel met een contemplatie. Dus dat je een visualisatie. Oh, dat je dus een scène hebt waarin iemand iets schetst. Stel je voor, ik zeg tegen jou, loop op een berg. En er is dan een rotsblok. Je mag op die rotsblok gaan zitten. En vanaf nu ga je om je heen kijken wat er gebeurt. Het kan best wel zijn dat er dingen gebeuren. Of dat je dingen ziet of dingen ervaart. Waarbij je inzicht kan krijgen. Jazeker wel. Ja. Zo krijg je wel inzichten. Als ik zit, hoe ik het net zei, dat ik echt, ja, zeg maar voor mezelf zit. Hè? Dus gewoon zitten voor mijn eigen kracht, mijn eigen rust, mijn eigen licht en mijn eigen ziel. Hoe je het ook wil noemen. Dan krijg ik eigenlijk geen inzichten. Ah, ja. Dan hoor ik niks, zie ik niks. Ben ik eigenlijk niks. Maar waarom zou je het dan doen? Ik merk als ik dat doe, en toevallig heb ik het de laatste tijd weer heel veel gedaan. Omdat ik daar gewoon behoefte voor voelde om echt weer even rust bij mezelf te komen. Punt. En wat ik dan merk is dat mijn beslissingen gaan makkelijker. Ik kan makkelijker overzicht houden. En dat is dan hoofdzaken, hè, waar ik het over heb. En ja, dan kan ik makkelijker het leven aan. Laat ik het maar even zo zeggen. Ja. Heel basaal dit, maar... dat is wel een beetje hoe het is. Als er dan iets gebeurt, kan ik iets meer mijn schouders voorop halen. Dat. Ja, dat is wel mooi gezegd. Want als ik dan even google, hè, want dat vind ik zo grappig van mediteren, dat ze ook zeggen, daar zijn ook echt wetenschappelijke bewijzen voor. Dat vind ik dan tof. Terwijl ik denk, wat ik heb gevonden is, zeg, je wordt energieker, je gezondheid wordt bevorderd, zeker. Rustiger, meer ontspannen. En je komt tot rust, je lichaam komt tot rust. Dus stofjes die stress creëren, zoals cortisol, kunnen verminderen. Je komt meer in je lichaam, nou dat snap ik natuurlijk wel. Je immuunsysteem wordt ondersteund of verbeterd. Meditatie lijkt volgens onderzoek positief effect te hebben op diverse ziektebeelden, zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom. En uit onderzoek blijkt dat mensen met arteriële hypertensie en te hoge bloeddruk de bloeddruk kunnen verlagen. Ja. En emotionele voordelen, beter omgaan met emoties, lekkerder in je vel. Je ervaart meer geluk, nou daar waren we naar op zoek. Je hebt meer vrede met het nu, meer verbonden voelen, meer vrijheid. En gevoel is intenser. Heb je dat ook? Ik weet niet of mijn gevoel intenser is, maar ik merk wel, doordat je, als je ook, weet je, ik heb wel eens, ik denk dat jij, dit is wel jullie, jij en al je vrienden, dit wel herkent, dat je... soms heb je een telefoongesprek of een gesprek met iemand gehad. En dan kan ik echt helemaal eraf liggen. En dan ben ik helemaal moe of zo. En helemaal trillig aan de binnenkant. En dat ligt een beetje wat voor een telefoongesprek natuurlijk. Mm-hmm. En wat ik dan merk, als ik even met mijn ogen dicht ga zitten. Even een paar keer flink in en uit ademen. Even vasthouden doe ik dan ook wel eens. Weet je, 4 in, 4 vasthouden, 5 uit doe ik dan. Dat ga ik doen, geloof ik. Maar dan merk ik dat ik dan... Het beter weer onder controle krijg. Maar wel als ik alweer een tijdje mediteer. Want anders raak ik mezelf een beetje kwijt in dat gevoel. Dan weet ik op het laatst niet meer waar dat gevoel nou eigenlijk vandaan komt. Weet je, als je in een ik kan ook beter dingen aan of zo. Mentaal, je gedachten komen tot rust. Je verbetert je aandacht. Je geheugen verbetert. Zelfvertrouwen kan toenemen. En absoluut. Meer tot jezelf. Ja, mooi, hè, eigenlijk. En vanuit bijvoorbeeld, ik werk natuurlijk als medium. En vanuit die wetenschap wordt er heel veel verteld. Mediteren is goed. Zitten met jezelf of met de ongeziene wereld, zoals ik dat dan altijd noem, is goed. En waarom is dat goed? Nou ja, dat schet jij dus nu. En dan kan je ook beter, hoe moet ik het zeggen? Reageren op dat wat je wel voelt, wat er wel is. En dan hoef je al die randgevoelentjes, waar we allemaal met z'n allen last van hebben, hoeven we daar niet meer. We hebben natuurlijk ook een keer over HSP gehad. Ja. Eigenlijk zou je zeggen tegen iedereen die hooggevoelig is, ga mediteren. Omdat je dat stuk tot rust brengt. Dan dat hyperstuk waar je toch altijd de hele dag op je tenen moet lopen, want dat is het gevoel zijn, denk ik. Ja. Gewoon even loskoppelen. Even het gevoel van onder de dekens liggen. Even creëren door te mediteren gewoon. Door even te zeggen, stop, ho, niet verder. Even tijd voor mezelf. Even tijd voor jezelf, ja. Even het lijstje afmaken, want je hebt ook nog relationele voordelen van mediteren. Meer empathie, meer compassie en mededogen. Beter met conflicten omgaan en makkelijker jezelf en anderen kunnen vergeven.
Ja, dus we kunnen deze podcast gewoon stoppen. We kunnen nu beslissen dat dit gewoon goed is voor iedereen. En dat we dit overal moeten doen. Dokters, politieagenten, gevangeniswezen, in het ziekenhuis zelf. Iedereen die in een ziekenhuisbed ligt, verplicht 5 minuten mediteren. Ik zie wel een toekomst hierin. Nou, ik vind het wel leuk, want ik kom nu ook bij 7 misstanden over mediteren. Vind ik ook leuk, omdat ik denk, mensen hebben daar altijd een idee bij. De eerste is inderdaad, of de eerste twee eigenlijk. Mediteren is saai en duurt lang. Ja, dat dacht ik ook altijd. Dat dacht ik ook altijd. Ja, maar het is natuurlijk, ik heb een keer zo'n boekje gehad, 3 minuten meditaties of zo. Dat vond ik echt heel leuk. En toen dacht ik, en elke keer vergeet ik het ook weer, maar het gewoon even rustig. Ik had zat gisteren, moest ik de file in. Daar weet ik dan van tevoren al, kan ik echt enorm van balen. En dan denk ik, maar het kan ook ervaren als een rustmoment. Ik zit rustig in de auto, ik heb een podcast of een muziekje of wat dan ook. Waarom kan ik nou niet gewoon in die ontspannenheid gaan zitten? Vind ik heel ingewikkeld. Ja, nou ja, dat is een vorm van controle natuurlijk ook. Je hebt geen controle over wat er in die file gebeurt. Je hebt geen controle over de mensen die harder rijden of niet rijden eigenlijk. Volgens mij heeft het ook wel met controle willen houden te maken. Ja, maar het is toch ook simpel dat je denkt, ja, ik kan toch niet veranderen. Ik vind file helemaal niet zo erg eigenlijk. Nee? Nee hoor. Oh, ja, wel als ik een afspraak heb en je komt in de file, dan wordt het een ongemakkelijk verhaal. Maar als je het niet van tevoren weet en het gebeurt, ja. Ik zou er niet zo spastisch over doen, maar ja, weet je, dat soort dingen denk ik altijd, ja, we kunnen het niet veranderen, het is we zo. We kunnen niet veranderen, nee, maar daarom dacht ik, dat zijn van die momenten, ook bijvoorbeeld in de rij voor de kassa of zo, dat zijn van die momenten dat je even kan mediteren, even tussen aanhalingstekens, want dan kun je wel even op je adem letten, even voelen, hoe gaat het eigenlijk met me, of even, dus dat vind ik wel mooi, maar ik gebruik ze eigenlijk nooit. Want ik zit me daar irriteren. Mooi inzicht. Mooi idee ook, maar even om te keren. Dus als ik al die voordelen hoor, is het ook het voordeel dat je dus niet erg vindt om even te wachten. Of niet, dan hoef je er niks mee, hè? Want nu is het nog steeds een moeten in de rij. Ja. Ik moet iets doen, ik moet iets bewust zijn. Je kan ook denken, ik sta dus in de rij, punt. Punt, ja. En ik hoef daar niet te mediteren. Ik hoef daar niet, hoe gaat het eigenlijk met me? Ik kan daar gewoon staan. Ik kan gewoon staan en denken, goh, hoe is het eigenlijk met degene achter me? Je kan je omdraaien en bijvoorbeeld zeggen, heeft u een fijne dag vandaag? Dat is wel een leuke, dat vind ik wel mooi. Ja, dan doe je dat doen we niet. Veel te weinig. Nou, dat valt wel mee. Dat doe ja, jij wel. Niet. Ik doe dat niet. Ah, jij doet dat wel. Ik doe dat wel, ja hoor. Ja, vind ik echt leuk. Ik ga nog even door, want deze vind ik ook leuk. Ja, je moet in een bepaalde houding zitten, hè, dus je moet echt ongemakkelijk. Nou, ja, dat denk ik, dat slaat niet. Ook nergens op. Maar laten we die gelijk dan even aanpakken. Ja. Je kan gewoon op een stoel zitten, met je rug gewoon tegen de leuning aan. En je handen gewoon op je schoot in elkaar gevouwen als je dat prettig vindt. Je kan gewoon liggen als je dat wil. Ik val altijd in slaap, dus bij mij is dat geen goed idee. Maar je kan gewoon doen wat jij wil. Je hoeft niet in een lotushouding met moeilijke... Maar moet je wel stilzitten? Moet niet. Maar het is wel iets wat op een gegeven moment vanzelf gebeurt. Want de eerste paar keer zul je het gevoel hebben dat de tarantulas over je hoofd lopen, bij wijze van. En op een gegeven moment worden dat fruitvliegjes. En uiteindelijk bemerk je dat al niet meer. Want je lichaam gaat wel in weerstand in het begin. Dat is wel waar. Ja, maar als je bijvoorbeeld, zeg even aan, van als je bijvoorbeeld de kriebel hebt, of je zit niet lekker, of moet je dan gewoon doorzetten, of kan je dan even kriebelen? Nou, ik zou dat langzaam opbouwen. Dus ik zou in het begin denken, nou ja, je kan gewoon even kriebelen, want je voelt dat nu en je vindt dat heel erg belangrijk. Je vindt je lichaam heel erg belangrijk. Dat aandacht krijgt. En ja, zeker in het begin zou ik daar gewoon aan toegeven. En als je, het grappige is, als je aan iets toegeeft, hoeft het ook niet meer zo, hè? Nee, dat is een hele rare eigenschap bij mensen. Ja. Nou, en ik merkte ook wel eens dat ik dan dacht, oh, ik heb op het jeuk aan mijn oor. En denk, oh, wacht maar eventjes. En dan is het weg. Ja. Of ga focussen op je knieën of zo. Ja. Focus dan ergens anders op. Ja. Zodat je zo ver weg mogelijk van je oor, dus dan je voeten, ja. Dan is er eigenlijk helemaal geen kriebel. Nee. Grappig. Of er juist naartoe vind ik ook wel leuk. Ik denk, wat is die kriebel nou eigenlijk? Dan wordt het ook anders. Ja, soms kan het zijn dat mijn haar dan voor mijn ogen zit. Oh ja. Dus ik doe wel vaak even een staart in, dat ik dat niet heb. Oh ja, ja. En ik vind altijd een hele leuke, je moet je gedachten stoppen. Ja, dat kan niet. Daar kan je beter mee stoppen. Je kan beter stoppen met je gedachten te stoppen. Ja, maar dit is volgens mij de grootste misverstand, dat mensen denken, ik kan niet mediteren, want ik blijf maar nadenken. Ja, nou, je moet niks met je gedachten doen. En dat is echt wel een training. De Tibetaanse leer zeggen bijvoorbeeld, geef de monkey mind wat te doen. En
Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je de monkey mind op de ademhaling laat focussen. Of als je muziek hebt, laat de muziek laat luisteren. Of een andere iets. Maar de kunst... Kijken heb ik wel eens gehoord. Ja, bijvoorbeeld. Maar kijken naar interact niet. Dus heb geen interactie met het filmpje. Nee. Dus ga niet bepalen wat er gebeurt. Dus op het moment dat iemand... stel je voor, je zit met je ogen dicht en er gaat ineens een eendje heen en weer lopen of zo. Kijk dan naar het eendje zonder er te denken, oh, waar gaat die heen? Of even kijken wat er nog meer is. Ga geen interactie hebben met je gedachtes. Dus maak er geen verhaal van, zei iemand wel eens. Maak er geen verhaal van. Ga er niet achteraan lopen. Ga het niet zitten invullen. Laat het staan zoals het is. En dan zal je zien dat het op een gegeven moment echt vervaagt. Ja, want dit is wel echt de belangrijkste voor mij geweest. Omdat ik ook dacht, ja, ik ben alleen maar aan het denken. En nu denk ik, nou, ik ga mediteren. Maar als ik denk, prima. En dan soms dan denk ik, oh, even terug naar mijn ademhaling of naar mijn lichaam. Dus dan haal ik mezelf weer even terug. En soms zit ik weer heel ergens anders. Denk, ja, dat zei dan maar zo. Ja, ik heb er ook wel eens, maar dan stop ik ook wel eens hoor. En ook wel eens dat ik echt zo aan het denken ben. Dan denk ik, ja, weet je, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Oh, ja. Die taak gewoon even doen en daarna gaan zitten. Oh ja. Dat kan ik ook echt wel hebben hoor. Dat ik echt denk, poeh, weet je. Nou, ik noem iets stoms nu, maar ik weet anders ook niet. De was moet nog gedaan worden. Ik denk niet dat mijn hoofd dat zou denken. Nee, maar stel je voor maar dat. Ja. Dan kan ik beter even die was gaan doen en daarna gaan zitten. Dan is het opgelost. Ik moet nog iemand bellen, kan echt in de weg zitten. Dus ja. Ga dan eerst even iemand bellen en ga daarna zitten. Dus zijn ze concreet? Doe er even wat mee. Ja. Is het alleen maar random gedachtes? Ja, dan zijn ze zo. Wat ook vaak gebeurt, echt heel vaak, is dat je gaat zitten en je hebt de hangen of mediteren een beetje te pakken. Je zit misschien een week of twee weken. En ineens komen er allemaal dingen waarvan je dacht, dat had ik toch al lang uit mijn systeem gedaan. Dingen van vroeger die je al lang verwerkt hebt of al lang mee bezig bent geweest, die komen ineens weer boven. Oh. Ook niks mee doen. Want dat zit nou eenmaal in je systeem. En hoe dieper je komt, hoe dieper je ook bij dat onderdeel van jezelf komt. Okay. Snap je wat ik zeg? Dus het kan best wel zijn dat er ineens situaties uit het verleden omhoog komen. Laat het zo zijn. Analyseer niet mee. Denk niet, oh, ik heb het niet verwerkt, ik moet nu naar een psychiater rennen. Zou kunnen, maar dat hoeft niet per se. Het is dus letterlijk je onderbewustzijn die steeds dieper zakt in je systeem. Waardoor ook dingen omhoog komen die diep weg zijn gestopt in je onderbewustzijn. Of diep weg zijn gezakt. Want gestopt klinkt negatief. Gezakt in je onderbewustzijn. En is het dan zo dat je ook bijvoorbeeld dat steeds langer moet mediteren om dat te ervaren? Of... kan het kort? Of wat is een goede opbouw? Hoe kan je beginnen met mediteren? Nou, als je echt nog nooit gemediteerd hebt, zou ik korte stukjes, dus 3 minuten, 5 minuten. En als je dat prettig vindt en je denkt op een gegeven moment, nou, 5 minuten was wel heel kort. Want zet een belletje of zo'n Insight Timer bijvoorbeeld. Ja. Een hele mooie gong. Die kan je aanzetten op een bepaald moment. En ik zou dat verlengen. En op een gegeven moment voel je dat de behoefte er niet meer is, dat je gelimiteerd wordt in een bepaalde tijd. Dus dan ga je zitten, dan kan het 10 minuten zijn. Dan ga je zitten, kan het 1,5 uur zijn. Ja, kan jij 1,5 uur mediteren? Soms wel, ja. Ja? Niet altijd, ja. Niet altijd. En hier zeggen ze ook van, als je wil beginnen, bepaal je doel. Is het belangrijk dat je een doel hebt met mediteren? Of kan je ook gewoon bedenken, ik wil het eens uitproberen? Ik zou niet weten wat dan je doel moet zijn. Wat zou je doel kunnen zijn? Nou, hier zeggen ze, waarom wil je mediteren? Wat wil je bereiken? Het is belangrijk dat jouw doel vanuit jezelf en niet vanuit je omgeving wordt. Jouw persoonlijke doel kan je vooruit helpen en een zetje geven te mediteren als je het idee hebt dat je een keer te druk bent, denkt dat er andere dingen belangrijker zijn, je afgeleid wordt of je niet de puff kan hebben. Ja. Ja, ik denk dat als het doel is energie krijgen bijvoorbeeld, dan moet je juist niet stoppen als het is gelukt. Nee, dat is waar. Of rust in je hoofd, moet je ook niet stappen. Nee, dan is het toch lekker juist. Ja, ik weet niet. Ik snap het doel niet zo. Als ik ga zitten, is het inderdaad wel om een reden. Maar dat doel ga je niet per se gelijk bereiken. Ja, maar goed, misschien ben ik ook wel helemaal niet zo doelgericht. Dus misschien is dat voor mij echt een hele stomme vraag. Wat zou jij dat doen dan? Kijk, als we het weer over hebben, dan komt in mijn hoofd dat ik denk, oh, ik wil wel vaker mediteren. Dan denk ik, oké, waarom wil ik dat dan? Ik merk dat ik heel weinig... Ik zeg altijd lummeltijd of niks momentjes heb. En mediteren is een soort niks momentje voor mij. En ik merk dat het me dan rust geeft, dat het me vertrouwen geeft, dat ik dan weer denk, oh, dit is goed of zo. Ik voel dan heel erg
Weet je, wat maak je allemaal druk om? Dat is helemaal niet nodig. Het is helemaal goed. Zo dat die, dat gevoel. Dus dan zou je kunnen denken, oké, ik mediteer om te voelen dat het oké is. Even simpel gezegd. Ja, maar dan kan je niet in één keer. Dus inderdaad moet je daar wel even de tijd voor nemen. Zou ik zeker niet beginnen met een half uur te gaan zitten. Nee. Kleine stukjes beginnen. 3 minuten per dag, 5 minuten per dag. Of misschien 3 keer per dag 3 minuten. Of 3 keer per dag 5 minuten. Ja. Ja. En ik merk wel, want nu je zei van die visualisatie of zo. Toen dacht ik, oh, die doe ik eigenlijk bijna nooit. Maar ik vind bijvoorbeeld zo'n meditatie met... jij hebt wel eens eentje gedaan. Je gaat in de trein zitten. Er komt iemand tegenover je zit en die geeft een advies. Of in het bos loopt iemand tegenover. Of... En ik vind dat heel mooi wat voor een advies je dan altijd krijgt. Het is natuurlijk je eigen mind die dat doet. Ja, zeker. Het is je eigen onderbewustzijn of hoge zelf. Hoe je het ook wil noemen. Ja. Maar ik vind het wel altijd tof dat ik denk... Wow, ja, dat geeft soms zo'n andere kijk of zo. Ja. Ja, ik doe het ook te weinig. En soms, als ik het wel doe, dan gebruik ik altijd Davigi. Dat is ook op Insight Timer. En die man heeft een hele donkere, mooie stem. En dat vind ik gewoon altijd heel fijn. En die gaat dan een Om Mani Padme Hum doen. Of een Om. Of een, dus dat is niet echt geleiden. Maar dan geeft hij wat woorden of zo. En dan zegt hij ook, als je gedachten hebt, denk dan aan dit woord. En dan gaat hij dat woord herhalen voor je wel 10, 20 keer. En inderdaad, als je dan op een gegeven moment valt hij in de stilte. En dan zegt hij, ik ga nu in de stilte. En als je een gong hoort, dan is het einde van de meditatie. Soms vind ik dat wel eens prettig. Dus misschien is het een leuke challenge, manier om ook weer af en toe eens een geleide te doen. Ja, ik ga hem ook inderdaad meedoen. Maar wat maakt het dan zo ingewikkeld om het vol te houden? Vraag ik eigenlijk aan mezelf. Nou ja, je vraagt het ook aan mij. Ja. Want ik ben nu de laatste tijd weer begonnen. Ik merk ook dat mijn zitten dan onrustig wordt. En dat is heel gek wat ik nu zeg. Want je zou denken dat het juist rustiger wordt als je gaat zitten. Maar als we dan hebben over mediteren iets naar boven haalt, is dat bij mij altijd wel verwerkingsmomenten of zo. Mm-hmm. En de laatste maanden heb ik echt te weinig gezeten. Ja, ook, hoe komt dat dan? Ja, gewoon de druk, het leven slokt je op. Al die onzinverhalen die je zelf wijs maakt waarom er geen tijd voor is. Maar nu doe ik bewust bijvoorbeeld, als ik achter de computer zit, ik heb lesgegeven, dan sluit ik af. Dan zet ik alles uit, maar blijf ik zitten. En neem ik in ieder geval even de tijd om helemaal even tot mezelf, want ik zit toch al op die stoel. Ja. Dus zo doe ik het nu. En mijn thema is altijd hoe druk je bent, hoe harder je het eigenlijk nodig hebt. Ja, dat vind ik altijd leuk, want ik heb ook zo'n stelling, heb je haast, ga even zitten. Dat ja, ook precies. Leuk, ja. Dus dat is dezelfde. Dus, maar dat is juist het gekke, wat ik zeg, dan kom ik thuis en dan of ik zet even tv aan, of ik ga achter de computer, of ik ga spullen pakken, of ze gaan de was doen. Weet je, ik ben altijd in de actie of zo. En soms denk ik, ik wil gewoon even wat lummeltijd, gaan we het ook een keer over hebben, lummeltijd, ja, leuk, vind ik ook leuk. En gewoon even met een kopje thee op de bank, nou ik red dat een minuut geloof ik en dan ga ik weer wat doen. Pak je mobiel of pak de zus. Toen dacht ik, wat gek hè, dat dan dat even zitten. Terwijl als ik het dan gedaan heb, denk ik, lekker. Ja, het is een heel fijn gevoel. Als je echt goed in de zone kan komen, dat duurt echt wel een tijdje voordat je het voor elkaar krijgt. Dan kan ik zo in dat nottingness zitten of zo. En dat helemaal niks zijn. Dat maakt niks uit. En dan weet ik ook niet hoe lang ik heb gezeten. Ja. Alsof ik 15 uur geslapen heb, zo voel ik me. Echt waar. Nou, ik kan ook wel, ja, maar ik kan ook wel als ik een tijd zit, dat ik juist heel moe word ervan. Hoe kan dat dan? Ja, is het dan een, dat vind ik, hoe zeg je dat, interessant, omdat vanuit mijn werk gezegd, maar gezien, zou ik dus zeggen, ben je dan teruggehaald? Of is het zo dat je zelf terugkomt? Dus hoe is dat? Dat is veel interessanter. Dus heb je dan een geleide meditatie gaan of iemand tegen je gezegd, kom nu maar terug? Nee, dat eigenlijk dan kom je zelf terug. Ja. Nou, dan zou ik misschien een tijdje op muziek gaan zitten. Ja. Die bijvoorbeeld een einde heeft. Of misschien even ook geleide meditaties gaan doen. Ja. Want waarschijnlijk ben je dan toch nog te druk of zo in je hoofd. En dan is dus het rustmoment nog niet gekomen. Dus dan zit ik eigenlijk te kort. Ja, misschien. Dat weet ik niet. Dan zou ik moeten kijken hoe je zit. Ja. Kan ik geen advies op geven, natuurlijk, omdat ik dat niet weet. Maar ik zou, weet je, mensen met burn-out, alsjeblieft ga zitten met mediteren. Ook al zie je echt geen uitweg meer, ga mediteren. Mensen die ziek zijn en bijvoorbeeld, ik geloof echt dat ze in ziekenhuizen moeten gaan doen, denk ik ineens. Ja. Bijvoorbeeld als je chemo of zo moet doen. Ik weet nog, mijn man heeft chemo gehad.
Ik heb zelf ook kanker gehad, maar ik heb geen chemo gehad, maar hij had het wel. En dat deden we altijd even zo'n momentje van tevoren. Zo voordat die naald erin ging, zo van kom even bij jezelf. En hij is echt, nou ja, ik ben nuchter, maar hij is misschien nog wel nuchterder. Mm-hmm. En dat deden we altijd wel. En heel eerlijk gezegd, zei die zuster ook altijd, het gaat bij jou zo makkelijk. Oh ja. En ik ben bijvoorbeeld heel slecht te prikken. En als ik een jaarlijkse CT-scan moet, dan ga ik heel even in de wachtkamer tot mezelf. En dan is het altijd makkelijk om te prikken. Dus het heeft echt wel voordelen. Ja, ja, het, maar ik kan het niet is... bewijzen, want het is alleen maar bij mezelf en bij mijn man. Ze kan daar niet een wetenschap van maken. Maar het is ook, hè, want dat vind ik wel mooi dat je zegt, bijvoorbeeld burn-out ga zitten. Maar het is ook een soort van tegenstrijdig. Want met burn-out voel je je natuurlijk vervelend, ellendig. En dan wil je soms helemaal niet met jezelf zitten. Want het is ook confronterend. Nou ja, precies. En wat we gaan doen is, we gaan naar een psycholoog. Psychiater. Ja. En dan zeggen we dus eigenlijk, help mij. En die zou eigenlijk moeten zeggen, elke keer voordat we beginnen, gaan we mediteren. En natuurlijk kan je praten. Natuurlijk is het goed. Supergoed zelfs. excuus om over dingen te praten. Maar één ding is wel heel belangrijk, is jezelf heel serieus nemen. En dat is ook dus naar je innerlijke systeem luisteren. Maar hoe doe je dat dan? Want dan denk ik, het is ook confronterend, hè? Want dan ben je burn-out, dus dan voel je heel slecht. Dus dan ga je zitten en dan voel je vooral slecht. Dat is natuurlijk heel lastig. Ja, maar ik zou dan adviseren om een geleide meditatie te doen. Dus bijvoorbeeld een licht visualiseren. Dat kan het ook zelf, hè? Het hoeft niet met dingen in je oren te zijn. Ja. Ik zou adviseren voor mensen die een burn-out hebben, visualiseer dat je oranje bent. Van binnen en van buiten. Adem oranje in, adem oranje uit. Want oranje zorgt er namelijk voor dat je jezelf opgewekter en beter voelt. Dus de kleur oranje, omring jezelf met oranje. Koop een oranje dekbed desnoods. Maar zorg ervoor dat oranje iets is wat in je systeem is. Dan zul je echt beter voelen na 10 minuten met oranje zitten. Echt waar, ik weet het zeker. Oh, we gaan het ook een keer over kleuren hebben, hoor ik al. Oh, leuk. Ja. Schrijf hem op. Met oranje, want oranje is gewoon... positiviteit of zo. Ja, in oranje zit een hele hoge vibratie en trilling. Hè? Dat hebben ze gezien met meten van kleuren en allerlei dingen die ze hebben gedaan. Ja. De zon, alles wat daar zit, alles heeft die nuances. Je kan niet, als je depressief bent, licht zien. Dat gaat gewoon niet. Je ziet alleen maar donker. Ja. Dus het enige wat je zou kunnen doen, is bijvoorbeeld jezelf helemaal in het oranje zetten. Dan hoef je zelf niks te denken van jezelf. Hoef je geen positiviteit, affirmaties te doen. Ik ben leuk, goed en ik voel me goed. Dat gaat niet werken. Dus alleen maar oranje licht in- en uitademen. Kan je dat nou niet visualiseren? Kijk voordat je gaat zitten naar een oranje vel bijvoorbeeld. Oh ja. Sluit in je ogen en ga elke keer aan dat oranje vel denken. Want het is echt, het is ook bewezen dat het echt werkt. Ja. In veel psychiatrieën gebruiken ze ook kleuren om die redenen. Ja. Bijvoorbeeld op de muren. Dus als mensen depressief zijn, dan geef ik ze allemaal oranje sokken. Ja, als ze dat prettig vinden, ja. Waarom niet? Ja. Maar dat kan helpen. Ja, dat weet ik dan niet. Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Maar wel oranje zelf met oranje te omringen. Dus dat omringen. Het zo... Ja, nou ja, ik zou, als je iemand hebt om je heen die depressief is, geef ze deze tip in ieder geval. Ja, vind ik echt heel... Ga ook gewoon aan jezelf werken. Maar in ieder geval... het is een heel mooi begin om eens te zeggen, ik kan niks, ik weet niks, maar dit is de manier. Dit is de enige manier waarop ik nu kan. Nou, iedereen kan oranje denken. Ik denk dan steeds inderdaad. ik heb er wel een oranje shirt en een oranje vlag en een oranje stik. Maar als je echt heel down voelt, probeer het maar eens. Probeer gewoon eens. En dan heb ik het niet over depressie alleen, maar het kan echt wel zijn dat je echt niet lekker in je vel zit. Dat heb je toch wel eens? Ja. Dat je echt denkt, waar gaat het heen? Nou ja, gebruik oranje. En als je mediteert, en nu combineren we deze natuurlijk in deze, adem oranje. En kan je dat niet voorstellen? Oranje, doe dan iets voor je wat oranje is voordat je je ogen sluit. Oh ja. Dan hoef je het niet voor te stellen, want dan heb je het al gezien en dan is het er al. Ja. En het stuk dan, kijk... want ik merk, ik raak steeds kwijt dat ik het weer doe. Hè? Dan pak ik het weer op en raak ik het weer kwijt. Dan denk ik, wat voor tips zijn daarvoor? Is het dan bijvoorbeeld slim om het elke dag op hetzelfde moment te doen? Of jezelf eraan herinneren door in je agenda te zetten? Of tijd vrij te plannen? Of wat helpt? Ja, wat helpt voor jou? Ja, ik wist dat je dat ging vragen. Ja, want ik heb daar niet echt een dat is echt persoonlijk.
Ja, ik zou misschien wel, als ik erover nadenk, misschien wel in mijn agenda moeten zetten. Maar ga ik er dan naar luisteren of swipe ik hem dan weg? Dat Nou, vraag ik mezelf nu af. ja, dat is het punt, ja. Kijk, wat ik wel leuk vind altijd is een soort uitdaging of zo. Want ik heb wel eens een meditatiecursus gedaan. Echt wel 20 jaar geleden, denk ik. Misschien wel langer. En dan gingen ze, dan moet je 100 dagen volhouden. En dan zou je de gong halen. En dat vind ik dan heel leuk. En dus dat ga ik dan soort proberen. En nu met die Insight Timer zegt hij ook altijd, je hebt 2 dagen volgehouden. Maar dan vergeet ik het weer een dag en dan baal ik toch weer. Denk, shit, moet ik weer opnieuw beginnen. En dus het helpt mij wel om er een soort wedstrijdje van te maken of zo. Ja, nou ja, dan heb jij dus meer antwoord op dat stukje van wat je net aan mij vroeg met dat doel. Ik heb dat dus helemaal niet. Ik heb helemaal niet het idee dat ik iets moet. Ik doe het echt voor mezelf. En ja, als ik het dan niet doe, kan ik ook wel balen. Hè? Dat merk ik wel. Dus ik zit mezelf nu echt heel hard af te vragen. Hoe zou ik nou tegen mezelf kunnen zeggen, elke dag mediteren. Een appje gaat niet helpen, dat weet ik nu al. Ja, in de agenda, ik weet niet of dat bij mij werkt. Ik denk dat de behoefte bij mij belangrijker is. Ja, maar dat is natuurlijk precies hetzelfde wat ik zei, heb je haast, ga even zitten. Daar heb je helemaal geen tijd voor. Dus kijk, ik heb best wel tijd, maar ik maak er geen tijd voor. Ja, maar ik weet dat het me helpt, dus dat is mijn doel. Dus volgens mij is het heel persoonlijk. Dan moet je voor jezelf ook afvragen, hoe werkt het voor mij? Want als ik het doe, hoe jij het zou bijvoorbeeld zou doen, een doel te zetten. Ik ben veel te recalcitrant. Dus als ik zo'n appje zie en ik heb je 2 dagen niet gezeten, dan denk ik, lekker voor je. Natuurlijk ga ik niet zitten, omdat jij het zegt. Dus ik ben helemaal niet volgzaam. Dus dat is voor mij al lastig op zich. Dus voor mij werkt het heel erg om eerst bewezen te hebben dat het werkt. Nou, dat heb ik aan mezelf bewezen. Ja. Dus dan moet ik er gewoon voor mezelf tijd. Ik baal er ook van. Kijk, nu heb ik de laatste tijd weer heel veel gezeten. En dan baal ik ervan als het niet lukt. Dus dat vind ik belangrijker. Ja. Ik denk, het is zo lekker. Ja, maar dat merk ik dan ook. Maar ik krijg het dan niet voor elkaar of zo om het dan te plannen. Ja, dus je hebt eigenlijk even een kickstarter nodig of zo. Of iets wat je weer even aangezwengeld wordt. Ja. Ja. Nou, het is bijvoorbeeld die Insight Timer zit volgens mij ook een herinnering op. Kan je ook zeggen van oké, vergeet niet te mediteren. Maar die swipe ik dan ook weg. Denk, morgen weer een dag. En helpt het jou dan wel als je ervoor betaald hebt bijvoorbeeld? Nou, misschien wel met zo'n challenge of zo. Dat je dan zegt, oké, ik doe 30 dagen en daar heb ik voor betaald. Dan probeer ik wel mee te doen. Maar ja, dan ben ik na 30 dagen ook wel weer... Ja, precies. Dus dan is die 30 dagen, heb je alles eruit gehaald wat erin zit. Ja. En daarna ga je het dan niet nog volhouden of zo. Nou, ik merk wel met die 100 dagen. Ik had het volgens mij toen net niet gehaald, omdat toen mijn vader overleed. Nou ja, dat was... Lijkt me logisch. Ja, lijkt me logisch. Maar toen merkte ik wel dat het meer in mijn systeem zat. Toen dacht ik, nu herinner ik me er ook aan, zeg maar. Dus het is wel een soort... Zo'n opstart helpt wel. Ja, dus... maar nu kan je dus terug naar die 100 dagen. Dus in de zin van, wat helpt je om het weer te doen, is terug te gaan naar het idee hoe fijn het toen was. Ja, ja. Dus ik geloof, resumé, dat... nou ja, zeker. Ik wil echt wel deze met jou aangaan. En misschien iedereen die luistert het ook wel. Ga eens in ieder geval 5 minuten per dag even zitten op een meditatie, op een gong, op een stukje muziek. En voel eens, misschien moet je eens beginnen met te voelen wie jij eigenlijk bent. En dat kan dan door een bodyscan. Ik heb op Insight Timer ook van die... meditaties met bodyscan en jezelf helemaal voelen even. Als je niet weet wat ik bedoel, misschien kunnen we ergens een linkje neerzetten. Ja, we gaan de linkjes delen. Want het is denk ik wel... ik vind het heel prettig om te doen, maar ook heel fijn als mensen het gaan doen, want je merkt het gewoon aan de mensen om je heen. Ja, dus de afsluiter van de week is 5 minuten meditatie elke dag de komende week. Ik ben benieuwd hoe je het ervaart en zo. Nou, wordt vervolgd. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op jouw favoriete podcastkanaal, Fix Jezelf, de podcast. En weet jij iets wat ons gelukkiger maakt? Laat het ons dan weten via www.fixjezelf.nl.